Goedemiddag, mijn naam is Nick van Dijk, artsonderzoeker in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. En ik zal jullie informeren over de biomarkeranalyse en de geüpdate klinische follow-up in Nabucco. Nou, recente publicaties vanuit de Abacus-studie hebben laten zien dat 31% van de patiënten met CT2 tot T4 blaaskanker na 2 uur atezolizumab pathologisch complete respons heeft. En anderzijds in de Pure One trial, waar patiënten werden behandeld met pembrolizumab voorafgaand aan de operatie, werd bij 37% een pathologisch complete respons gezien. Wat wel opviel is dat het met name patiënten waren met T2 tumoren die werden geïncludeerd. En het tumorvolume in de Pure One trial was maar 0,7 vierkante centimeter. Nou, als we dan kijken naar de pathologisch complete respons in bijvoorbeeld patiënten met T3 en T4 tumoren, dan was dat maar 17% in de Abacus-studie. Nou, in Nabucco hebben we willen kijken of de toevoeging van anti-CTLA-4 op anti-PD-1 ook zou resulteren in complete responsen in tumoren die meer geavanceerd zijn, zoals de T3 en T4 tumoren, dan wel patiënten met kliermetastase. Nou, patiënten werden behandeld met een behandelschema van ipilimumab en nivolumab, gevolgd door operatie. En het primaire eindpunt van de studie was haalbaarheid. Kijken of de patiënten geopereerd konden worden binnen 12 weken na de start van de immunotherapie. Ook bekeken we de effectiviteit van de behandeling. Nou, als we dan gaan kijken naar de operatie, dan hebben 23 patiënten hebben de operatie binnen 12 weken kunnen ondergaan. 1 patiënt had vertraging van 4 weken, maar kon uiteindelijk geopereerd worden. Dus 100% heeft uiteindelijk resectie kunnen ondergaan. De pathologisch complete response rate in Nabucco was 46%. 58% van de patiënten had geen spierinvasieve blaaskanker meer na behandeling met ipilimumab en nivolumab. Het baseline primair tumorvolume was 19,9 cc en dat was 0,7 in de Pure One trial ter vergelijking. Na 15,6 maanden follow-up hadden 2 patiënten een recurrence, beide non-responders, en 1 van deze patiënten is overleden ten gevolge van gemetastaseerde ziekte. Als we kijken naar baseline CD8 aanwezigheid door middel van multiplex immunofluorescence, dan zagen we geen verschil tussen complete responders en niet-complete responders. Hetzelfde geldt voor baseline immune gene signatures, zoals interferon gamma, CD8 effector signature en tumor inflammation signature. Dus het lijkt erop dat de respons onafhankelijk lijkt te zijn van baseline CD8 T-cell immunity. Als we gaan kijken naar tertiary lymphoid structures, een soort van kleine lymfoïde orgaantjes die vormen rondom de tumor en een associatie hebben met gunstige prognose in verschillende tumoren. We zagen in het boek al bij baseline geen verschil tussen complete responders en responders. Wat we wel zagen is dat complete responders na behandeling significant meer tertiary lymphoid structures lieten zien. Concluderend kunnen we stellen dat de combinatie ipilimumab-nivolumab haalbaar is in blaaskanker voorafgaand aan de operatie. Alle patiënten konden operatie ondergaan. Ipi-nivo lijkt ook effectief in patiënten met bulky en meer uitgebreidere tumoren, inclusief patiënten met al lokale kliermetastase. Het lijkt er ook nog eens op dat de combinatie immuuntherapie geen baseline immunity nodig heeft om patiënten te kunnen laten reageren. Dit werd wel gezien bij de monotherapie. Complete responders laten juist meer TLS zien na behandeling, terwijl er bij baseline geen verschillen werden gezien. Nou, de Nabucco-studie is momenteel open. Er worden verschillende behandelschema's getest in extensiecohorten. Met name een behandelschema met een lage dosis ipilimumab en een schema waar al wordt gekeken naar de toegevoegde waarde van starten met nivolumab gelijk bij kuur 1. Erbij is dus naast ipilimumab. Recent is Nabucco gepubliceerd in Nature Medicine. Ik wil iedereen bedanken die hieraan heeft meegeholpen, waaronder de mensen die hier beschreven staan onder de titel van de studie in Nature Medicine. Dus mocht jullie interesse hebben, ga absoluut kijken. Dankjewel.